Maar ikers stremen vol wetter uit de boezemveert naar de diekjes hinnen. Likers hier bij maatschip Godiek bij Seisbierm. Een groot part van de riappels is onbereikbaar en na een dag in het wetter verrot. Ik moet er nou wel afscheid van nemen, want ik weet wel, dit komt net klaar. Want dit hoort ik nog wel een dag voordat dit wetter hier weer waar is. En verwiet je dat in? Nou, het wetterschip en de provincie Friesland. En we hebben 2004, toen hebben we hier op vrede wonen, vrijdag de 13e. Nou hebben we weer een vrijdagmorgen, nou is de 31e, de Sievert ben omdraaid. Maar toen hier woont 40 mm, werd er nou 120. En toen weer precies identiek als nu, dus zie ik alles hier onder wetter. Dezelfde gevolgen drie jaar als doe. Verrotte riappels en een soort financiële skeer. Loonbouworganisatie LTO besjocht de situatie en is net bleed. Dat is zeker net maat. Dit hier eigenlijk al in het vroeger stadium volgens mij al helemaal oors aanpakt worden met het zijn maar ruilverkabelingen, oorzaken. En met dit soort situaties kom ik in Friesland net vol het zien, hoor. Dit is het dweilen met de kraan hier per se. Het zou bloot dan al, ja, maar dan kun je hier eigenlijk net mijn landbouw uitvoeren. Dan is het einde verhaal voor de landbouw dat dit zo is. Maar dit komt gewoon te vaak voor. Nou, hier was al lang wat gebeuren, maar nu hebben ze zo lang wachten tot we weer een calamiteit hebben. Ja, dit is perceel in net. Er zijn meerdere percelen werd er op voorheen gecusteerd en het loonlen soms op. Dat ja, uw skeer die is weer behoorlijk. Het begint bij Arbeeld Ziel. Als je uit het verwijderde deel waar hier naar Oud Ziel ta, dan begint het daar en het eindigt eigenlijk in de Westhoek. Wat beeld betreft, en dan gaat de Uitskouwer hier naar de Bierman ta. Dus wat we nu zitten in 6 Bieren, maar ik denk dat dit een beetje het eindpunt is. Dan is het tussen Oud Ziel en 6 Bieren. Dat is haast een range van 50 kilometer en dat is heel lang. De LTO riet boeren aan om het wetterpeil te markeren en daar, als de groen weer droeg is, de riappels zitten te litten. Dan kan de rest van de oogst ook net ontaasten worden door de wierten en mogelijk rotte riappels.